Zo, ik ga jullie nu leren hoe je een mooie hertje kan tekenen. Nou, je haalt gewoon een foto, haal je gewoon van internet. Ik heb deze foto heb ik afgehaald. En dan kan je gewoon een mooie tekening van maken. Dit is mijn vel papier. Ga ik stap voor stap, ga ik jullie even laten zien hoe ik dat aanpak. Eerste stap is altijd even heel goed kijken. Dus je gaat gewoon langs alle lijnen. Kijk, dat je dat goed in je hoofd hebt. Want als je dat al een keer in je hoofd hebt, dan heb je hem eigenlijk al een keer getekend. Dus ga er gewoon bij langs. Als je hem goed hebt bekeken, dan heb je hem al getekend. Gewoon even goed langs van hoe groot het allemaal is, hoe groot de poten zijn, hoe dik deze nek is, hoe groot het hoofd is en waar de oren precies zitten. Kijk, deze zit ietsje hoger, deze zit ietsje lager, hè? Dan heb je deze lijn. En de ogen die zitten zo aan de zijkanten, de neus hier zo in het midden. Zie je twee halve rondjes, dus zo ga je hem helemaal goed bij langs. Goed bekijken, heb je hem eigenlijk al in je hoofd getekend. En dan gaan we het op papier, gaan we onze eigen manier van tekenen, gaan we dan toepassen, onze eigen stijl. En dus we gaan beginnen met een droomwolk. We gaan dit hertje gaan we dus eigenlijk dromen op het papier. Dat is altijd wel nodig, want er ontstaat nog helemaal niet. Er is nog helemaal niets en er ontstaat zometeen een hertje. Dus ik ga hem eerst dromen. Dus allemaal foute lijntjes eigenlijk. Want we zijn echt op zoek naar de juiste breedte van het hoofd. En dan komt hier het lijf zo. Dan komt hier ergens een staartje. En het zijn allemaal droomwolkjes. Het is gewoon, het zijn allemaal fouten. Gewoon lekker spelen. Een beetje uitproberen van hoe zit het nou eigenlijk precies. Kijk, we moeten ook deze afstand moeten we gelijk zijn, dus ja, dat is niet zo eenvoudig, dus moet je ook niet gelijk willen tekenen. We moeten eerst dromen op papier, dat is een heel belangrijke stap, want als je dit niet doet, dan klopt er straks helemaal niets van. En dan daar kom je pas later achter, want je hebt dan heb je pas door van, hé, dat klopt wel, dat klopt niet en zo, maar als je het gewoon eerst gaat dromen, dan heb je straks veel gemakkelijker en dan kan je straks ook veel beter de juiste lijnen kan je vinden. Kijk, ik heb echt al een mooi droomwolkje van gemaakt. Nou, ik ga er straks ook, ga ik hier bijvoorbeeld een, wat zullen we erbij doen, en dan straks een paar takken of een boompje. Ik kan daar straks de koker vast even bij dromen en nog even een boompje hier zo. Dat die wel in een omgeving is, allemaal grasprietjes. Kijk, dit was echt een mooie droom. Dat kan je gewoon met potlood doen en dan heel zachtjes eroverheen aaien over je papier. En dan hier allemaal bosjes bijdromen. Oh, een beetje zo. Ja. Op die manier. Kijk, dit heeft allemaal die van die vlekjes. Nou, die kunnen we straks ook wel doen. Dus. En dan. Kijk, nu hebben we heel veel lijntjes en gaan we beginnen met schetsen. Ik heb al een droom gemaakt, nu gaan we schetsen. Dat is een klein beetje meer uitwerken, echt op zoek. Van een beetje de lijn een beetje donkerder maken. Dan mag je er wat harder. Nog een beetje donkerder. Kijk, mag je nog steeds zachtjes tekenen, maar nu gaan we een beetje op zoek naar de goede lijnen. Kijk, als je dit niet doet, joh, oh ja, dan heb je straks helemaal, dan heb je hem bijna af. En dan heb je alleen maar bijvoorbeeld heb je een oor helemaal klaar. En dan blijkt het hele oor helemaal niet te kloppen. Ten opzichte van de andere dingen. Dan denk je van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Omdat je gewoon de droomwolk hebt overgeslagen. Ja, dat moet je niet hebben natuurlijk. Hè? Dan wordt tekenen steeds minder leuk. Kijk, dan ga ik echt tussen al deze lijnen zit ergens een goede lijn. Die ik nodig heb straks om het goede hertje te krijgen. Kijk, we hoeven geen foto ervan. Het hoeft niet fotorealistisch te worden. We doen het gewoon in ons eigen stijl. Wel een tekening blijven natuurlijk. Hè. Fotorealistisch is proberen echt een kopietje te maken van de werkelijkheid. En dat kun je dus niet in je eigen stijl doen. Dus dat zou ik ook niet proberen. Het is wel eens een keer leuk om te doen. Dat lukt mij ook wel, maar het is niet echt creatief. Kijk maar naar Vincent van Gogh, die is pas creatief. En die deed, dat was echt niet fotorealistisch hoor. Dat was echt gewoon in zijn eigen
gekke stijl, zoals hij de wereld zag. Zo tekende en schilderde hij. En eigenlijk alle grote kunstschilders doen dat. Rembrandt die schildert ook niet fotorealistisch. Maar het voelt wel echt en daar gaat het om. Je moet echt voelen. Dus dat voelt echt als je in je eigen stijl, op je eigen manier gaat tekenen. Maar begin altijd met een droomwolk. Okay? Kom hier straks de gasprietjes. Kijk, en ik kom steeds dichterbij. Goede vormen. Rondjes aan maken. Die hoef je niet helemaal precies na te tekenen natuurlijk. Zo. En kijken zo. Kijk, dit is dan de schets. En dan gaan we weer een beetje zwarter. En dan eventjes nog een beetje zwarter hoor. Ja, even kijken, dat vind ik een beetje te zwart. Zoiets. Ja, zoiets. En ik blijf gewoon schetsen. Kijk, en later kan je altijd nog lijntjes weggummen als je dat wil, maar dat doe je pas op het allerlaatste. Alsof je, en als je echt helemaal mis zit of je hebt echt veel te hard getekend, ja, dan heb je gum nodig. Anders absoluut niet. Kijk, nu ben ik echt aan het kijken, goed aan het kijken van hoe zit het nou allemaal precies. Hè? Dus daar zie ik, je oog zit echt aan de zijkant zo. Kijk, normaal teken ik altijd gewoon op papier. Hè? Dit is wel eventjes handig zo, ook om het uit te leggen, ook voor het filmpje is het gewoon heel erg handig. En dan zie je niet steeds mijn hand ervoor. Dat is ook wel handig. Maar je blijft in ieder geval steeds een beetje schetsachtig tekenen. Want dan zet je jezelf niet vast. En dat is, daar gaat het eigenlijk om. Je moet jezelf niet vastzetten. Kijk, en ga nooit dingen overtrekken hoor, dat moet je niet doen, want daar leer je echt helemaal geen tekenen van. Je moet gewoon op je eigen manier, want dan ben je echt een kopietje aan het maken. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Kijk, dit is zo. Kijk, dan ga ik nog eventjes die bomen even maken. Ik ga hem niet helemaal afmaken hoor, het gaat gewoon puur om het idee. Dat kan je thuis natuurlijk wel doen. Ik heb hem zo helemaal mooi met potlood. Bosjes. Zo. Gras. Kijk, je moet er gewoon een leuk geheel van maken. En je kan natuurlijk ook wel andere dingetjes tekenen thuis. Hè. Je hoeft mij ook niet per se na te apen. Gewoon je eigen dingetje doen. Zo even op zoek naar een leuk kleurtje. Eens even kijken. Beetje, wacht eens even, ik heb een idee. Eens eventjes kijken wat dit voor kleur is. Oké. Die blauw. En dan gaan we die gebruiken om een beetje in te kleuren. Kijken of dit lukt. Ja, ga ik een beetje inkleuren, zie je? Oh, dat is nog een beetje wit. Zo, laat ik dat ook een beetje wit. Zo, beetje groen. Groen eromheen, gewoon voor het idee. Hè? Dat was een beetje te groen. Dit is ook beter, een beetje natuurlijker, hè?
gaat even om het idee. Thuis kan je natuurlijk een vele mooiere maken. Zo. En nog een beetje blauwe achtergrond. De lucht eventjes een beetje maken. Zo. Maar dat ziet er wel al leuk uit, hè? Gewoon in mijn eigen stijl, op mijn eigen manier. En dan kunnen we nog even kijken. Ga ik nog een paar witte vlekjes? Is dat misschien nog? Kan dat nou? Oh ja, wacht even. Zo. Witte vlekjes zo. Ze zijn een beetje te groot, maar ach, maakt het uit. Zo. Nou, ik vind hem zo wel goed genoeg eigenlijk, hoor. Ik blijf er maar mee doorgaan. Het filmpje duurt maar langer en langer en langer en langer. En ja, die. Maar het is ook zo leuk om te doen, hè. Zo leuk. Tekenen is zo leuk. Potlood en papier is nog veel leuker. Zo, eens even kijken. Nou, nog eens een zwart neusje. Zie ik nog een beetje, de oogjes nog een beetje zwart of zo. En een zwart hoefje zie ik nog. Zie je? En ik zie hier nog een beetje schaduw eronder zo. Nou, ik ben er wel aardig blij mee. Kijk, dan kan je bij die bosjes kan je nog een beetje schaduw maken. Hieronder kan je nog een beetje schaduw maken. Gewoon een beetje. Met potlood. Donkerder maken. Misschien met houtskool als je dat hebt. Zo, ik hou ermee op. Ik hoop dat die van jou ook een beetje gelukt is. En nou ja, tot de volgende video. Doei!